Hoi allemaal! In deze video neem ik jullie mee naar mijn eetdagboek terwijl ik ziek was. Nou moet ik zeggen, ziek zijn is een groot woord. Ik was positief getest op corona en ik had gelukkig milde klachten, maar ik moest wel thuis blijven. En op zo'n moment heb ik altijd maar één missie, heel snel beter worden. En ik hoop dat je geïnspireerd mag raken door deze video. Ik begon deze dag met mijn latte. Maar ondertussen maakte ik even mijn bonen. Of althans, die had ik gisteren gekookt. En die doe ik nu even allemaal in potjes. En ja, ik vries ze zelf allemaal in. Dat vind ik zelf het handigst. Terwijl de koffie aan het trekken was. En nou kon ik mooi mijn latte maken. Als ontbijt nam ik wat sojakwark met blauwe bessen, mango, chiazaad, lijnzaad, hennepzaad en kaneel. Het is echt een eetdagboekje waarbij ik ook heel veel restjes at en dus mijn best deed om beter te worden. En dus maakte ik een gemberthee. Ondertussen moet het huishouden ook gebeuren, dus ik hing even mijn was op. Omdat ook ontspanning bij snel beter worden hoort voor mij, deed ik ook een meditatie en ging ik daarna wat journalen, waarbij ik dan vooral opschrijf dat ik heel dankbaar was. En op dit moment was ik vooral heel dankbaar dat ik gewoon hele milde klachten had en daardoor vrijwel geen last had van het hele ziek zijn. En heel goed uitrekken hoort daar natuurlijk ook bij. Ik wilde wel wat beweging, dus ik deed een yoga oefening. Ik deed deze van Growing Ananas. Ze had een hele ontspannende yoga les en ik dacht, die gaan we doen. Het was volgens mij maar 10 minuten, maar ik dacht, hey, we gaan het gewoon even doen. En daarna was het alweer tijd voor de lunch. Ik nam eigenlijk gewoon ongeveer dezelfde lunch als Sanne Vloed nam. Deze video is maandag voor mij gekomen en ik had die restjes nog. Dus ik dacht, ja, deze restjes ga ik gewoon even opmaken. Dus het werd een flinke bord met sla, tomaat en chips. En ook wat bonen. Vergis je niet, heel veel hiervan is sla. Daarna deed ik nog wat werk. En na het werken was het tijd om een mandarijntje te eten. Ik nam er lekker twee, want ja, op één been kan je niet lopen, hè? En ondertussen was ik gewoon een beetje TikTok en Instagram aan het kijken. En als avondeten at ik wederom restjes. Dit is het vegan spek van de Vegan Junkfood Bar uit mijn hoofd gezegd. En ik had ook nog wat toastjes over met nog wat smeerkaas. Dus dat nam ik als avondeten. En ja, het liefst had ik nog wat extra groente willen eten die avond, maar het is niet anders. Ik neem natuurlijk wel altijd een toetje en dat is chocola. Terwijl ik mijn vlog aan het kijken was en daarna ging ik in een meeting van Personal Body Plan. Fijn dat dat gewoon online kan. En tenslotte las ik nog even een tijdschrift. En dat was dan alweer dit eetdagboekje en mijn dag als ziek persoon, om het maar zo te zeggen. Dankjewel voor het kijken en vergeet je niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En tot snel. Doei doei!